vanavond in onze uitzending. Enorme schade en vrees voor vele doden in Japan na de zwaarste aardbeving ooit daar. De landen rond de Grote Oceaan zetten zich vandaag schrap voor een vloedgolf. Hoeveel is er geleerd van de vorige tsunami? Weinig landen zijn zo goed voorbereid op aardbevingen als Japan. En toch zijn de gevolgen van het natuurgeweld nu rampzalig. Dit is één vandaag. Dames en heren, goedenavond. Japan is zwaar getroffen door een aardbeving en een allesverwoestende tsunami. De beving met een kracht van 8,9 op de schaal van Richter vond plaats op de zeebodem, bijna 200 kilometer ten oosten van Japan. Meestal zien we van een aardbeving alleen de gevolgen. Maar dit keer zijn er door de moderne techniek veel beelden van het natuurgeweld. Via helikopters, telefoons en camera's op talloze plekken is het moment vastgelegd dat het noodlot toesloeg. De aarde begint te schudden om 3:15 's middags. Het centrum van de aardbeving ligt vlakbij de Noord-Japanse stad Sendai. Supposed to be under a desk or something. Oh, fuck! All right, I'm gonna go under the desk. Oh, shit. Oh my god, what the fuck? So, we're under the counters and the tables. And my girlfriend's under me, she's shaking. We're very afraid, you know? Ook ruim 200 kilometer zuidelijker schudt de aarde. Dit zijn beelden van het vliegveld van Ibaraki. Zelfs in de hoofdstad Tokio, 100 kilometer verderop, zijn de schokken goed voelbaar. And we saw a skyscraper that was going side to side like jello, like literally wavering side to side. Dan is de aardbeving voorbij, maar om 3:00 komen de eerste golven van ruim 10 meter aan land bij Kuji. 17 death has been confirmed and due to the tsunami there's been many people who went missing. In Yamada town due to tsunami there's been many death. Also in Yamato cities, Matsuzaki towns, Hosoura district, the whole district has been washed away by a tsunami. De eerste grote stad die een half uur na de aardbeving wordt getroffen door de vloedgolf is Kamaashi. Overal is het beeld hetzelfde. Als speelgoed worden boten en auto's meegevoerd door het water. Drie kwartier later dendert de vloedgolf verder landinwaarts richting Sendai. In Sendai City, a tsunami reached as far as 10 kilometers inland. Miyagi Prefectural Police have received a report from a shipbuilder in Ishinomaki City that a ship with about 100 people on board has been swept away. More than 20,000 households have been ordered to evacuate in the prefecture. Rond 4:30, bijna 2:00 na de beving, is het water weer rustig en wordt de verwoestende werking van de aardbeving en de vloedgolf duidelijk zichtbaar. Dit is de havenstad Soma, waar de haven totaal van verwoest is. Hit the coast and reached the inland. The housings as well as rice paddies have been inundated. There's been great damage brought about. And we can see people who are calling for rescue out of their homes. Ook dieper landinwaarts waar het water niet is gekomen is de ravage enorm, zoals hier in de stad Iwate. There is another person who is on the roof of a house. Als blijkt dat ook de raffinaderijen in Ichihara en de kerncentrale bij Onagawa in de brand staan, wordt de nucleaire noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen worden geëvacueerd.
Het officiële Japanse persbureau heeft zojuist gezegd dat er waarschijnlijk meer dan 1000 doden te betreuren zijn. Voor het laatste nieuws uit Japan sprak ik net met Judith Stalpers, journalist in Tokio. En ik vroeg haar allereerst wat er zo'n 12 uur na de aardbeving te zeggen is over het aantal slachtoffers. Ja, het wordt nu pas echt duidelijk hoe een grote catastrofe is. Inderdaad, er is een enorme brand uitgeslagen. Er liggen fabrieken stil. Het aantal doden stijgt met het uur. Ze houden rekening met meer schade, meer doden. En het aantal vermisten loopt ook op. Ja, in Tokio is het nu nacht, maar er zijn natuurlijk veel naschokken geweest. Gaan mensen gewoon slapen of blijven ze toch op straat? Wie naar huis kon komen, is gaan slapen, neem ik aan. We voelen naschokken. Bijna iedere 10 minuten is er wel weer een naschok. En of mensen rustig slapen, dat weet ik niet. Heel veel mensen zijn niet in evacuatiecentra, in opvangcentra, omdat ze niet naar huis konden komen. En sommige mensen lopen nog naar huis. Maar of ze rustig slapen, ik denk het niet. En dan heeft de regering opgeroepen tot kalmte. Geven mensen daar gehoor aan of is er toch ook wel paniek? Nee, er is geen paniek. De Japanners weten dat er een grote aardbeving kon komen. Nu is er één en ze weten hoe ze moeten reageren. Iedereen reageert extreem rustig en soms zelfs een beetje te rustig, zou je denken. Want er is toch een ramp gebeurd. Maar er is geen sprake van paniek, ook aan de kant van de overheden niet. En die zijn werkelijk met volle inzet bezig. Het aantal militairen wat is ingezet, de hele politie, de brandweer. Alle ziekenhuizen zijn paraat. Allerlei medische teams gaan nu naar het noorden toe. En ook is de hulp ingeroepen van Amerikaanse militairen die hier in Japan zijn gelegerd. Maar het gaat er ordelijk, zonder paniek, maar wel met grote urgentie. Judith Stalpers was dat vanuit Tokio. Bij ons in de studio nu Rien Segers, hoogleraar Japanstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk welkom. U kent dat gebied rond Sendai, wat het zwaarst getroffen is, goed. U bent daar veel geweest. Dit is zelfs voor Japan een ongekende aardbeving, hè? Het is een ongekende aardbeving, omdat de grootste aardbeving die eigenlijk in Japan is geweest, dat was in 1923, die had aanzienlijk minder kracht, wel ontzettend veel doden. Maar wat vandaag gebeurd is ongekend en ik denk dat de Japanners ook zelf voor een heel erg groot raadsel staan. Ja, vooral het noordoosten is getroffen. Dat gebied kent u goed. Wat is dat voor gebied? Hoeveel mensen wonen er? Het is hoofdzakelijk een agrarisch gebied met wat industrie. Sendai is een hele historische stad, is heel belangrijk geweest in de geschiedenis van Japan. Is een heel belangrijk centrum van dat noordoosten. Er wonen ongeveer 1 miljoen mensen, daaromheen nog eens 1 of 2 miljoen. Het heeft een groot airport, het heeft een bekende universiteit en het is een grote toeristische trekpleister. Dus iedereen, althans in Japan, weet waar het over gaat. Ja. En er zijn natuurlijk draaiboeken voor dit soort situaties in Japan, maar gaat dit niet ook die draaiboeken te buiten? Ze hebben in 1995 dat draaiboek zeer sterk aangescherpt. En dat was na de aardbeving in Kobe? Dat was in Kobe 1995, toen ging er veel mis, toen hebben ze de draaiboeken aangescherpt. Nou, als Japanners wat aanscherpen, dan krijg je dus een dik boek van 20, 30, 40 bladzijden. Maar dit gaat dat hele dikke boek volstrekt te buiten. Dat betekent dat het leger nu ook wordt ingezet. Wat is de rol van het leger? Wat doen zij? Ja, dat heet Self Defense Force. En dat, die wordt ingezet wanneer er hoge nood is. Nou, hier is gigantische nood. En in tegenstelling tot 1995 heeft de premier Kan nu ogenblikkelijk de SDF ingezet. En ik heb ook begrepen dat die op weg naar het gebied zijn, in grote getale. Ja, we horen overal overigens dat de Japanners kalm reageren. Betekent dat dat ze precies weten wat ze moeten doen in dit soort situaties? En wat is dat dan? Ze zijn gedrild, getraind, gepokt en gemaald, zou je kunnen zeggen. Met betrekking tot dit soort rampen, uiteraard niet van dit formaat. Maar ze herkennen die situatie en weten hoe ze moeten reageren. Bovendien is het natuurlijk de volksaard van de Japanners om betamelijk rustig te reageren op alles wat van buiten komt. Ja, u zegt ze kennen de situatie en inderdaad, het is al gezegd, Japan is gewend met de dreiging te leven van aardbevingen. Kleine aardbevingen en soms hele grote. Ze markeren de geschiedenis van dit eiland. Gelegen in een van de meest actieve seismische gebieden kent Japan een lange geschiedenis van aardbevingen. Het land ligt precies op de breuklijn van drie verschillende aardplaten. De Pacifische plaat en de Filipijnse plaat schuiven langzaam onder de Eurasische plaat.
Op 1 september 1923 rond lunchtijd begint de aarde te trillen in de Kanto-regio. De beving heeft een kracht van 8,3 op de schaal van Richter. Tokio, de havenstad Yokohama en Chiba worden totaal verwoest. 142.000 Japanners overleven de ramp niet. In de zomer van 1948 is de havenstad Fukui aan de beurt. In 13 minuten werd de Japanse stad Fukui door een aardbeving verwoest. Fukui op het eiland Hondo was een belangrijk zijdecentrum met 85.000 inwoners. Wat de aardschokken nog van de stad overlieten, werd grotendeels door reusachtige branden vernield. Meer dan 1800 mensen vonden de dood tussen de puinhopen en ruim 10.000 werden gewond. 16 jaar later, in 1964, krijgt de stad Niigata het zwaar te verduren. Doordat deze beving overdag plaatsvond, konden de meeste bewoners tijdig hun huizen verlaten. Toch zijn nog 24 doden te betreuren. Op talrijke plaatsen in de havenstad braken branden uit, waardoor 25.000 huizen verwoest werden. 7.000 mensen moesten geëvacueerd worden uit hun woningen in de buurt van de olieraffinaderij, omdat hier 47 opslagtanks ontploften en in brand vlogen. En dan is het januari 1995. De stad Kobe trilt op haar grondvesten door een beving van 6,8 op de schaal van Richter. ...200.000 gebouwen storten in. Ruim 6400 mensen komen om het leven. Wegen en spoorlijnen worden totaal vernietigd. Gesprongen gasleidingen veroorzaken explosies en brand. De Japanse overheid krijgt veel kritiek omdat ze in eerste instantie hulp uit het buitenland weigert, terwijl de ziekenhuizen overvol liggen met gewonden. Bij ons in de studio nog Rien Segers, hoogleraar Japanstudies in Groningen. Meneer Segers, ja, we zien het, Japan en aardbevingen zijn eigenlijk met elkaar verweven. Wat voor invloed hebben die aardbevingen op de Japanse cultuur, op hun beschaving? Ja, je kunt het eigenlijk zo zien dat wat voor ons in Nederland het water is, de voortdurende strijd tegen het water, dat is in Japan eigenlijk de voortdurende strijd tegen de aardbevingen en het gevolg daarvan, de tsunami. Dus dat zit heel diep in die identiteit en ze zullen er alles aan doen om de schade van die hele grote aardbevingen ook zo sterk mogelijk te beperken. Ja. Maar dit gaat daar eigenlijk overheen wat we vandaag gezien hebben. Ja, de laatste echt grote aardbeving met meer dan 100.000 doden was die in Kobe in 1995. Wat hebben ze daarvan geleerd concreet? Daar hebben ze van geleerd dat ze veel adequater moeten optreden, dat ze sterker moeten coördineren en dat er veel sneller hulp naartoe moet. Dat is in dat tijd een geweldig schandaal geweest, met ontzettend veel kritiek op de regering. Ze hebben nieuwe draaiboeken gemaakt, waardoor dit soort langdurige, langzame beslissingsprocedures uitgebannen worden. Bovendien, de huidige premier die kan wel wat meer populariteit gebruiken. En die zal er dus alles aan gelegen zijn om effectief de zaak nu aan te pakken. Ja, want zijn de autoriteiten effectief in dit soort situaties? Ik heb de indruk dat nu veel beter geregeld is dan in 1995. Mijn indruk is dat de Self-Defense Force in grote getale onderweg zijn naar het rampgebied. En dat ook nu de bereidheid bij de Japanners is om hulp van buiten te accepteren. Wat toen in 1995 ook niet aan de orde was, omdat ze dachten het wel alleen af te kunnen. Ja, maar het is wat dat betreft dus wel een testcase. Wat we de komende dagen gaan zien, hoe er gereageerd zou worden door bijvoorbeeld de overheid. Is men eigenlijk ten alle tijde voorbereid op de big one, de grote allesverwoestende aardbeving? Er is voorspeld al jaren dat die in Tokio zou komen, jaren geleden al. Seismologisch onderzoek waarschuwt daar steeds voor. Maar het is blijkbaar toch niet helemaal te voorspellen, of in feite helemaal niet te voorspellen, want deze was absoluut niet voorzien. Dus in feite kun je voorbereid zijn op aardbeving, zeg maar tot 5.5 schaal van Richter. Maar op deze geweldige calamiteit, daar kun je eigenlijk niet op voorbereiden. Nee, als je die beelden ziet, dan snap je onmiddellijk dat de economische impact gigantisch moet zijn. Wat kunt u daarover zeggen? Wat is de impact voor Japan en misschien ook voor de rest van de wereld? Ja, Japan zal er alles aan gelegen zijn om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Dat zit in de Japanse aard. Japanners zijn op het sterkst als ze in het dal zitten. En ze zullen ook niet die kracht willen bewijzen door zo snel mogelijk alles weer ordelijk te laten verlopen. Maar daar is natuurlijk
natuurlijk ontzettend veel geld voor nodig. En zoals u weet, de situatie van de kas van Japan is nog niet zo denderend. Dus dat geld zal ergens vandaan moeten komen. En ik ben wat dat betreft buitengewoon benieuwd om te zien hoe de regering dat op gaat lossen. Er staat hier en daar in de wereld, om dat zo uit te drukken, nog wel wat uit. Maar of ze dat op dit moment zouden willen verzilveren, dat lijkt me eigenlijk ook niet zo verstandig. Maar er moet natuurlijk wel een oplossing komen. Maar het zou dus best kunnen dat Japan geld gaat terughalen, bijvoorbeeld uit Amerika, om voor hun eigen wederopbouw te zorgen. Dat is een van de scenario's, maar op dit moment is het niet zo verschrikkelijk gunstig om die bonds die ze hebben van de Amerikaanse regering in te wisselen. Maar zoals ik zei, het geld zal natuurlijk ergens vandaan moeten komen. Het zal bekostigd moeten worden. En die kosten die zijn gigantisch. In 1995 was het ongeveer 2,5% van het BNP. Ik denk dat dat nu een veelvoud zal zijn. Miljarden gaat het kosten. Het gaat miljarden kosten. Rien Segers, heel hartelijk bedankt. Hoogleraar Japanstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank. Graag gedaan. Dank u. Een tsunami-alarm werd al vrij snel afgekondigd na de zeer zware aardbeving, en wel voor alle landen rond de Grote Oceaan. In Miyagi Prefecture in the north of Japan, buildings and cars have been left submerged in cities hit by repeated tsunamis. In Sendai City, a tsunami reached as far as 10 kilometers. About 100 people on board has been swept away. More than 20,000 households have been ordered to evacuate in the prefecture. Vanmorgen 7:15 Nederlandse tijd. Een aardbeving ten noorden van Japan. 8,9 op de schaal van Richter. Met als gevolg een tsunami. De tsunami-golf is eigenlijk langs heel Japan gegaan. Loopt nu op dit moment verder, als we de westkant even bekijken, via Guam, de Filipijnen. We gaan richting de Papua-Nieuw-Guinea en Australië. En dan gaan we vandaar door richting Nieuw-Zeeland. De tsunami verspreidt zich als een olievlek. En landen tot in de verre omgeving krijgen ermee te maken. Zoals op de Filipijnen. Daar zit Jan-Peter Lapoor. We hebben hem rond 11 uur aan de telefoon. Het tijdstip waarop de tsunami het land bereikt. Men waarschuwt erg om niet in paniek te raken. Dus op dit moment is er niet echt paniek. Want overal zijn al waarschuwingen uitgegaan dat er iets in aankomst is. En dat men nog tijd heeft in ieder geval om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Heeft het tsunami-alarm gewerkt? Ja, het tsunami-alarm heeft goed gewerkt. Dus ze wisten heel snel waar die aardbeving was en hoe groot die was. Het probleem is alleen dat als je maar heel weinig tijd hebt om je voor te bereiden op het tsunami, en dat is in de orde van een kwartier, ja, dan kan je nog zo'n mooi systeem hebben. Maar voor de mensen die vlakbij zitten, kan je dan niet direct wat doen. Na de tsunami van 2004... hebben de landen hier in de Grote Oceaan, rondom de Grote Oceaan, hebben ze daar veel van geleerd. Ze hebben een waarschuwingssysteem hier, wat goed werkt. En inmiddels is er in 53 landen rondom de Grote Oceaan is er een waarschuwing uitgegaan. Weinig problemen op de Filipijnen. En van de Filipijnen naar Hawaii, waar de tsunami volgens berekeningen om iets over 2 verwacht wordt. Ik ben het derde huis zeg maar, van het strand. Ik loop zonder schoenen aan zeg maar, naar het strand bij mij vandaan. En ja, ik zit totaal in de gevarenzone wat dat betreft. Dat is zeker een mijl zeg maar, inland. Dat op alle kusten van de eilanden hier is er gevaar, zou ik maar zeggen. Nou ja, de sirenes zijn afgegaan. Dat is al een paar uur geleden. De politie komt dan voorbij, de brandweerwagens. Ze komen met persoonlijk zeg maar, bij de deur ongeveer langs om je te zeggen dat je je huis moet verlaten. En dan nu hebben ze de wegen afgesloten, dus ook als wij terug willen, dan kan dat niet. Dus ze zorgen dat alle mensen vertrokken zijn, de wegen worden geblokkeerd. En er zijn mensen die kamperen in een auto ergens hogerop op de bergen, mensen zijn bij vrienden en kijken dan tv. Hoe laat verwachten jullie dat er was, weet jullie dat? Nu? Nu eigenlijk. Nu? Op dit nu. Moment. Ja, nu, op dit moment. Ach, ja. Ja, en dan is het ook zo dat het, het kan uren duren. Dus ze zeggen, wat we dus te horen krijgen is dat de eerste golf hoeft nog niet de hoogste te zijn. Dat kan zeg maar de tiende golf, en die kan 2 of 3 uur later zijn, die kan de grootste klappen geven. En dus je mag nog niet terug.
Ook op Hawaii lijkt het mee te vallen. Maar er worden nog hogere golven verwacht. En de komende uren is Zuid-Amerika aan de beurt. Terug naar de Filipijnen. Een paar uur later. We spreken opnieuw met Jan-Peter Lapoor. Nou, tot nu toe ziet het er allemaal nog vrij positief uit, moet ik zeggen. Want er is nog geen sprake van slachtoffers of iets dergelijks. Of dat er grote vernielingen hebben plaatsgevonden. Dus wat dat betreft valt het erg mee. Maar er kan nog van alles gebeuren. Hè? Want er zijn nog steeds naschokken in Japan. Er was een naschok van 7,2 op de schaal van Richter. Wat ook nog een behoorlijke kracht is natuurlijk. En daardoor kunnen ook nog golven ontstaan. Die uiteindelijk ook weer nog deze kant op komen. Dus het gevaar is nog zeker niet geweken. Extra zorg was er in Japan rond een aantal nucleaire reactoren in het rampgebied. In de plaats Onagawa vloog een nucleaire installatie in brand. En in Fukushima werd het gebied rond een reactor ontruimd vanwege koelingsproblemen. Paniek ook vandaag in verschillende Japanse kerncentrales. In de noordelijke Onagawa-installatie woedde vanmiddag zelfs korte tijd brand. Het Internationaal Atoomagentschap heeft inmiddels laten weten dat de brand is geblust. Ook andere kerncentrales hebben schade. Zo hapert het koelsysteem van de Fukushima-centrale. Duizenden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De drie centrales zijn allemaal uitgeschakeld. 11 andere kerncentrales, elders in het land, zijn tijdens de aardbeving automatisch gestopt. Volgens president Naoto Kan is er geen straling vrijgekomen. Regarding our nuclear power facilities, some of the nuclear power plants have stopped automatically. But so far, no radioactive material or radiation has been confirmed to have been leaked to the outside. We praten nog even door over het gevaar bij kernreactoren en aardbevingen. Bij mij in de studio is Jan-Leen Kloosterman van de Universiteit Delft. Meneer Kloosterman, welkom. Ja, wat is eigenlijk het gevaar met zo'n kernreactor bij een aardbeving? Nou, je ziet dat bij een aardbeving een aantal kerncentrales automatisch zijn afgesloten. Rond de kerncentrale, rondom de kerncentrale zitten bewegingsdetectoren die een signaal geven zodra de beweging te heftig wordt dat de kerncentrale moet worden afgesloten. En dan worden de regelstaven ingeduwd en stopt de kettingreactie. Dus een gevaar als Tsjernobyl of iets dergelijks zou nu kunnen plaatsvinden. Ook niet als het een hele zware aardbeving is? Ook niet als het een hele zware aardbeving is. Het probleem zit hem erin dat een kerncentrale altijd moet worden blijven gekoeld. Ook als de kettingreactie al is gestopt. En dat is dus het probleem, want de elektriciteitsvoorziening kan uitvallen. Er moet een noodstroomvoorziening op gang komen. En daar is een kerncentrale tegen beveiligd met verschillende veiligheidssystemen die dat voor hun rekening kunnen nemen. En wat u nu hebt gevolgd vandaag, zijn die veiligheidssystemen allemaal, is dat allemaal goed gegaan? Hebben die goed gefunctioneerd? Het lijkt bij de meeste centrales goed te hebben gefunctioneerd. Ik kan moeilijk inschatten, er zijn verhalen dat één centrale problemen heeft met de koelmiddelvoorziening. Het is moeilijk in te schatten vanuit Nederland wat het probleem precies is. Dat blijft nog even speculeren, zou ik zeggen, dat gewoon meer bekend wordt vanuit Japan. Ja, u zegt allerlei geruchten. Ja. Een van de verhalen was ook net dat er koelvloeistof vanuit de Verenigde Staten moet worden ingevlogen om die kernreactor in Japan dan te koelen. Nou ja, dat verhaal kan ik eigenlijk niet goed duiden. Het invliegen van koelvloeistof is gewoon water. Ik kan me voorstellen dat er misschien apparatuur wordt ingevlogen of zo. Dat zou ik een aannemelijker verhaal vinden. Maar dat zal de toekomst uitwijzen, wat er precies ingevlogen wordt. Ja. Wanneer wordt u nou in dit soort situaties echt ongerust? Ik zou ongerust worden als de noodstroomvoorziening niet op gang komt en dus de noodkoelsystemen van een kerncentrale niet in werking zouden treden. Dan zouden wel ernstige problemen kunnen plaatsvinden. Ja, maar daar ziet het nu niet naar uit. Want is het gevaar bij kerncentrales meestal in die eerste uren? Of kan er ook de komende dagen nog van alles in die kerncentrales misgaan? Nou, als de noodstroomvoorziening niet op gang komt en als de noodkoelsystemen niet goed functioneren, dan kan er in de loop van de tijd nog wel een probleem optreden. Maar het lijkt erop dus dat in ieder geval bij de centrales die nu zijn stilgelegd wel goed werkt. En wat precies het probleem is in Fukushima, in de ene centrale waarin dus de koelvoorziening niet helemaal goed zou werken, is moeilijk te zeggen op dit moment, omdat er gewoon te weinig informatie is. Oké, nou, we blijven het volgen. Meneer Kloosterman, heel hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. Over de hele wereld kijken Japanners hoe hun land wordt getroffen door een onvoorstelbaar natuurgeweld. In Amstelveen woont en werkt een gemeenschap van zo'n 3000 Japanners. Hoe leven zij mee met hun landgenoten?
Little Japan wordt Amstelveen ook wel genoemd. Zo'n 3000 Japanners wonen en werken hier. Ook in deze kapsalon Fuji Hair wordt voornamelijk Japans gesproken. Eigenaar Diederik Plas runt de zaak samen met zijn Japanse vrouw. Ik reed vanochtend in de auto naar mijn werk en toen hoorde ik dat helemaal het hart blokkeerde. En ik stond voor het stoplicht. En het stoplicht werd mij niet groen, want ik wil snel naar mijn vrouw toe om dit te vertellen. Want ik zei, dat is een aardbeving. Ja, ze zei, dat weet ik al. Maar ze zei, gisteren toch? Maar dit wisten ze dus nog niet, want gisteren was er ook een aardbeving. Want in Japan zijn er dagelijks aardbevingen, bijna dagelijks. Maar dat zijn allemaal veel lichtere. Maar ze wist niet dat deze grote had plaatsgevonden. Dus het enige wat we nu kunnen hopen is dat het dodental niet zo explosief toeneemt. Diederik's schoonfamilie woont ver weg van het getroffen gebied en is dus veilig. Hij is wel geschrokken en laat het woord liever aan zijn collega's over. Joji Koyanagi's familie woont in het getroffen gebied. Bellen met hen lukt niet. Zijn vader heeft alleen een hele korte mail kunnen sturen. Georgie is nu vooral ongerust over zijn zusje. Sean Nakamura, half Japans, half Amerikaans. Hij overleefde in 1995 de aardbeving in Kobe. In Kansai area, in the area west, they had an earthquake before, so I was there when I was 11. So I know the earthquake is very dangerous and yeah, so I feel so sad. I lost my friend and I lost my house, so it was very scary to me. Yeah. Sean's huis stort destijds in. Hij weet met zijn moeder uit het puin te kruipen. Uiterlijk vrij onbewogen praat hij hierover. Net als zijn collega's over hun zorgen nu. Want gevoelens toon je nu eenmaal niet openlijk. Yeah, they don't show the feeling, maybe. They put it inside, so maybe that's Japanese. Yeah. Yeah. En nog even wat laatste nieuws. De Nederlandse ambassade in Tokio heeft nog geen contact kunnen leggen met 30 Nederlanders in het gebied in Japan dat het meest is getroffen door de zeer zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami. Ambassadepersoneel heeft wel contact gehad met 20 andere Nederlanders in en om de stad Sendai, die zo zwaar getroffen is. En de Amerikaanse president Obama heeft zojuist alle steun toegezegd aan Japan bij het bestrijden van de tsunami en de aardbeving. Tot zover één vandaag voor vandaag. Graag tot morgen, dan uiteraard weer aandacht voor Japan. En ook voor de 3 Nederlandse militairen die vrij zijn en naar verwachting morgen terug zullen keren naar Nederlandse bodem. Voor nu een fijne avond nog.